In het woord orchideeën zit het woord ideeën verstopt. En hier in de Lier klopt dat wel. Hier zit een bedrijf boordevol orchideeën-ideeën. Ze fleuren de wereld zelfs op met compleet nieuwe, zelfgekweekte soorten. Kortom, bereid je maar voor op een heel kleurrijke aflevering van Kweek van de Streek. Al eeuwenlang tovert onze streek bloemen, planten, groenten en fruit uit de grond. Wat rond 1700 begon met een paar druivenranken, is uitgegroeid tot het grootste glastuinbouwgebied ter wereld. Kom plukken en proeven van de kweek van de streek. Oorspronkelijk komen orchideeën niet uit het Westland, toch? Nee, zeker niet. Nee, die komen uit Taiwan, Indonesië, Filipijnen. Maar we hebben gewoon een stukje van de tropen hier naartoe gehaald. En ze doen het heel fijn hier op dat Nederlandse klimaat. Eigenlijk sinds 1800 gebeurt dat al. Wauw. Dus jij staat weer op de schouders van allemaal voorouders die dat ook gedaan hebben. Ja, wij zijn doorgegaan op de fundamenten waar ooit de botanicus mee zijn begonnen. Wat is dit? We verkopen 30 miljoen stekjes per jaar en die gaan over de hele wereld. En daar is dit een klein deel van. En deze zending staat klaar om naar Brazilië te gaan. En dat gaat naar de kwekers daar. Zij kweken dat verder op. Simpelweg omdat de omstandigheden daar in Brazilië, die zijn er wat minder goed om echt materiaal de basis op te kweken. Dus wacht even. In Brazilië krijgen ze stekjes van orchideeën die gekweekt zijn in het Westland. Sterker nog, het zou zomaar kunnen zijn dat een Braziliaanse topvoetballer een orchideetje op tafel heeft staan die de oorsprong in Nederland heeft gevonden. Dus als Romario bij een van zijn vriendinnen indruk wil maken, dan neemt hij een Westlands stekje mee. Ik zeg altijd, een orchidee is altijd een goed idee. Kan je mij een cursus geven hoe ik een orchidee creëer? Nou, een cursus, dat gaat echt wel heel wat vragen. Maar als jij hier aan het einde van de dag weggaat, dan weet je in ieder geval iets meer dan dat je tot nu toe weet. Een orchidee blijft wat mij betreft altijd verrassen. En de orchidee vindt zichzelf ook altijd weer opnieuw uit. En dat doen jullie? Ja, dat doen wij, klopt inderdaad. Maar de orchidee zorgt er wel voor dat dat kan. Maar wacht even, zijn dit nou orchideeën die jullie hebben veredeld? Nou, eigenlijk alles wat je hier om je heen ziet, dat zijn allemaal zelf veredelde soorten. En dat is wat we jou vandaag gaan leren. Ja. Dat werkt. Maar hallo, eigenlijk beginnen we nu bij de clue. Ja, we beginnen eigenlijk bij het eindproduct. We beginnen bij het eind, ja, dat is lekker, klopt. Zeg. Ja. Dat moet je ook nooit doen als je een mop vertelt, hè? Nee, maar goed. In dit geval doen we het wel, want dan kunnen we vanaf deze orchidee die jullie hebben veredeld, terug naar de oorsprong. Ja. Als we nou een stapje terug willen, naar wie moeten we dan? Dan gaan we naar Ed. Ed is hoofdverantwoordelijk voor de veredeling hier in de Sion. En hij gaat jou een klein stukje van die cursus geven vandaag. We gaan naar de moederkast waar alle moederplanten staan en waar al die kruisingen worden gemaakt. Kan jij mij de kneepjes van het vak leren? Want ik heb het eindproduct al gezien. Nu gaan we terug naar het begin. Is goed. Wat is nou de truc bij het veredelen? De truc is om de juiste rassen bij elkaar te zoeken. Dus de juiste kleurcombinaties, de juiste vormen. We willen graag nog een oranje phalaenopsis hebben. Dat proberen we dan met een grote gele bloem. Daar maken we een kruising mee met een paarse bloem. En door die kleurencombinatie hopen we een mooie oranje plant te kunnen krijgen. Maar daar zijn jullie nog mee bezig? Daar zijn we nu nog mee bezig. Het is een continu proces. Elke week maken we veel kruisingen in allerlei kleuren. Ja, geel, rood en oranje zijn eigenlijk de drie kleuren waar wij het meeste moeite mee hebben om die te creëren, zeg maar. Dus iedereen is al jaren mee bezig, maar de echte toppen heeft nog niemand helaas.
Oké, dus het Koninklijke Huis kan nog niet bij jullie aankloppen? Ja, voor een soort lookalike, maar echt oranje missen we nog. Ja, ik had eigenlijk gehoopt vandaag met een nieuwe orchidee onder mijn arm weg te gaan. Nee, dat gaat niet lukken. Als wij hier een kruising gemaakt hebben, dan duurt het 5 maanden voordat je zo'n pul met zaadjes hebt. De pul met zaden gaan naar het laboratorium. Die komen na een jaar weer terug en dan kunnen we de opkweek zien. Dus hoe lang duurt het voordat je echt een compleet nieuwe orchidee hebt gekweekt, zeg maar? Nou, als je een zeiling wil, een unieke ras onder je arm, dan moet je uitgaan van 5 maanden aan de pul, 1 jaar in het laboratorium en dan nog 1,5 jaar in de kas. Dus bijna 3 jaar verder voordat jij met je unieke plant de deur uit kan lopen. En zoveel tijd heb ik niet vandaag? Nee. Vandaag niet, nou, want dan kom je over 3 jaar weer terug. Moet je als veredelaar geduldig zijn? Helaas wel. In deze teelt moet je zeker geduldig zijn. Ben je dat? Ja, dat meen ik echt. Je hebt zo'n 7 tot 10 jaar nodig voordat een zeiling die je maakt eigenlijk als commercieel ras in grote aantallen te koop is. Van deze hele showroom hier mag jij mij even de orchidee aanwijzen die jij het allermooiste vindt. Deze. Meteen. We hebben een mooi podium gegeven, maar kijk de kleur. Grote bloem, groen. Origineel groen, niet geverfd, niet gespoten, maar gewoon groen. Nou, dat vind ik echt een topper dit. Hoe heet deze? Hele goede vraag. Ja. Nee, die heeft nog geen naam. Die is nog in de testfase. Als ik hem nou Maarten noem? Nee, gaat niet gebeuren. Al onze eigen rassen eindigen op Ion en een Maartion wordt best een beetje gek. Dus gaan Maartion, we niet doen. Ion. Ja. Pion? Nee, hebben we al. Oh. Ze hebben 2 ouders geselecteerd. Die gaan ze met elkaar kruisen. Wat je nu ziet is dat ze de eitjes uit de bloem halen. Die smeren ze vervolgens op de andere bloem. Bij de andere bloem plakken ze ook eitjes. Die smeren ze weer op de andere bloem. Dus de vader en de moeder worden beide bestoven. En daaruit verwachten ze dan weer een bloem met diverse stippels of strepen. Oh, maar je noemt dat ouders. Eigenlijk zijn orchideeën transgenders. Dat zo zou je het mogen noemen. Tot zover de veredelingsruimte. Ik moet vanaf de clue van mijn mop terug naar het begin. Ja. Naar wie ga ik nu? Dan ga je naar Desiree toe. Die zit op de verspeenafdeling en die kan je vast meer vertellen over de rest van het proces. Wat ben je aan het doen? We zijn aan het verspelen. Dat betekent de plantjes in de pluggen doen, in de trays. En dan als de volle trays, die gaan dan op de band en dan van de band naar de kas. Je bent wel snel zeg. Moet ik het langzamer doen? Nee hoor. En waarom is dat noodzakelijk? Alles goed is niet. Oh ja, jij staat aan de basis van de groei eigenlijk. Eigenlijk wel ja. Ik vertel vandaag het verhaal achterstevoren, dus ik moet 1 stapje terug. Bij wie moet ik wezen? Bij Niels. Want? Die is van het uitpakken. Dames, is het een beetje gezellig, verspelen? Yeah! Wordt er veel over de mannen geroddeld? Ja! Yeah! Dan maak ik me snel uit de voeten. Okay. Ik ben op zoek naar Niels, ben jij dat? Ja, dat ben ik. Want hoe heet jouw functie officieel? Ja, er is niet echt een naam voor. Kom op, je mag hem zelf verzinnen. Meester uitpakker. Meester uitpakker. Dus gaan we er nu onder zetten. Dus jij pakt kleine plantjes uit die hier binnenkomen? Ja, van het laboratorium in Duitsland. Maar wat gebeurt er dan in Duitsland? Nou, ik kan wel even laten zien. Zo worden de bakjes aangeleverd. Er zitten 25 kleine orchideetjes in. En die zijn in Duitsland in het laboratorium opgekweekt ofzo? Ja, ja. Ze snijden zeg maar, een stukje af en dat zetten ze op een kweek. En dan later worden er 25 kleine orchideetjes ingezet en die groeien uit tot een klein plantje. Neem jij zelf als een orchideetje mee naar huis? Heel af en toe. Alleen als mijn vrouw boos is. De slager die eet ook niet elke dag biefstuk. Ik had er geen orchidee van, maar er komt meer bij kijken dan ik dacht. Dus ik ga geen veredelaar worden. Ik wil wel een kweekweetje. Nou, tot zover deze mini-cursus veredeling. Dankjewel. En zoals je hebt geleerd vandaag,
om te veredelen heb je gewoon een beetje lef nodig.